Ik sta hier op het kruispunt van de Singel en de David de Kaarslaan. Tenminste, zo ken je dit. Maar vroeger heette dit De Heuvel. En dat verhaal vertel ik je in deze aflevering. Welkom bij de verleden verteller van Odijk. Is een druilerige ochtend in 1725. En Gijsbert van Oostveen loopt langs alle dorpen van het Krommerijgebied en Driebergen en Zeist met een grote rol papier onder zijn arm. Gijsbert is bode van Odijk en in opdracht van de schout van Odijk prikt hij bij elk gerechtshuis en bij elke herberg een groot plakkaat op de deur. En iedereen die langskomt en kijkt naar dat plakkaat, die leest dat het land van Jan Harmens van Dalenoord, dat de oogst daarop verkocht wordt. Het gaat niet goed met de boeren in het Krommerijgebied en ook niet met die Jan Harmens van Dalenoord. En de oogst wordt verkocht. Dat document dat Gijsbert van Oostveen in al die druilerige ochtenden aan de muur heeft geprikt, dat vond ik terug in het archief. En toen ik het las, las ik dat er werd verkocht 3 morgen erten gelegen op de heuvel. 3 morgen, zo ongeveer 2,5 hectare. En het lag op de heuvel in Odijk. Nou ken ik net als jij de meent. En ik ken de vork. Maar de heuvel, nooit van gehoord. Nou is het mooie, als je zo lang onderzoek doet als ik en je hebt duizenden bronnen, dan kun je dat combineren en puzzelen. En dan kun je erachter komen waar die heuvel heeft gelegen. En zo ontdekte ik dat die heuvel lag tussen de Zeisterweg en de Kromme Rijn. Precies op dat kruispunt van David Kaarslaan en Singel. Het is ook niet de enige vermelding van de heuvel uit 1725. In 1815 verkoopt Johannes Hendriksen land ook weer op de heuvel. En het mooie is, de heuvel staat ook op oude kaarten. En niet eens zo heel oud. Want dit is een afdruk van een kaart uit de jaren 50. En het laat dan meestal een beeld zien van een jaar of 10 eerder. Maar dat maakt voor Odijk niet zo heel veel uit, want dat is eeuwenlang hetzelfde beeld geweest. En je ziet hier de Kromme Rijn lopen. Dat is een blauwe streep, dat is niet zo heel erg verrassend. En je ziet hier vanuit het dorp de Zeisterweg. En dit is het gebied waar nu Singel en alle waarden liggen. En als je nu goed kijkt op de kaart, en ik zal het je even laten zien, dan zie je tussen de Zeisterweg en de Kromme Rijn kleine zwarte streepjes op de kaart. Je ziet ze hier en je ziet ze daar. En die kleine zwarte streepjes op een kaart uit de jaren 50, die wijzen op relief. En dan moet je je niet voorstellen dat daar relief heeft gelegen, een heuvel van 4 meter hoog. Maar een kleine ophoging van misschien een kleine meter. Dat was voor een boer uit 1725 al reden om die plek de heuvel te noemen. En dat is dus gebeurd. De heuvel in Odijk. Nou is het mooie dat ik in die jaren dat ik onderzoek doe, 150 van dat soort namen heb gevonden. 150 namen die hangen aan akkers en aan weiden, die allemaal iets zeggen over dat landschap uit die tijd. Deze heuvel dus ook, en ik vertel in een andere video wel waar die naam de heuvel vandaan komt en hoe die heuvels zijn ontstaan. 150 namen aan akkers en weiden publiceer ik in een artikel aan het einde van het jaar 2019. En dan kun je precies lezen waar ze gebruikt werden, door wie ze gebruikt werden vanaf 1300 tot 1840 ongeveer. En leren we weer wat nieuws over de geschiedenis van Odijk, maar vooral ook over het landschap van Odijk. Dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Als je dat vond, geef me dan op YouTube een duimpje. En je kunt je ook abonneren op mijn kanaal Verleden Vertellen van Odijk. Voor meer geschiedenis van Odijk kijk je op de site geschiedenisvanodijk.nl. En dan zie ik je heel graag weer een volgende keer. Dag!